Wegbios is de gast bij de Smart Groep. Smart Groep ligt in Vught in Brabant. De gastheer en eigenaar van de Smart Groep is Roger Lensen uit Stijn oorspronkelijk. Hij begon zijn carrière als souschef pantalons bij Macintosh, maar heeft veel meer gedaan. Roger, wat is de Smart Groep? Smart Groep bestaat eigenlijk uit twee helften die met elkaar moeten samenwerken. Dus enerzijds gespecialiseerd in bedrijven die moeten afslanken door omstandigheden. En van de andere kant, als ze doorgaan en niet failliet zijn of weet ik wat, hoe bouw je ook weer zo'n organisatie op en zorg dat er nieuw perspectief komt. We noemen dat eigenlijk met elkaar ombouw, afbouw, opbouw. Maar dat je ook met elkaar zegt van, hoe krijg je nou een organisatie duurzaam perspectief? En dat alle producten, diensten die we hebben, zijn daarop afgestemd. Alle boeken die ik geschreven heb, dat zijn er heel wat, die hebben daarmee te maken. Dus bijvoorbeeld een van de boeken heet Dansen op het ritme van de tijd. En dat wil dus zeggen, tijden zijn nooit stil. Er is wel stilte voor de storm of wat dan ook. En als je dus niet in beweging bent, als er iets gebeurt, dus bijvoorbeeld als de pandemie komt van corona en je bent al aan het bewegen, je weet niet dat corona komt, maar het maakt je ook niet uit, want je beweegt en je gaat er voorwaarts, dan ben je al aan de gang. Maar als je dan ineens wakker schrikt en je denkt, wat wordt er nu, of wat er nu mensen overkomt in de horeca, et cetera, reiswereld, noem maar op, van de ene dag op de andere dat je niks meer mag, ja, dan vergaat de wereld even voor je. Omdat ik gewerkt heb bij DSM en de mijnsluitingen mee heb gemaakt van de zijkant, bij Macintosh de groei, de bloei, maar ook weer de snoei heb meegemaakt, is dat mijn levenswerk geworden om bedrijven en organisaties te helpen, zowel in de afbouw van organisaties, maar ook om ze ter weer te laten groeien en te kijken van wat is er wel mogelijk, et cetera. Dus in die zin, dan kan ik heel nuchter in zijn. Elke organisatie heeft dus mensen nodig die ook de kar trekken en voortrekker zijn en nieuwe dingen willen. En in die zin wijken we wel wat af. Ik ben pas begonnen met de eigen zaak hier in 1990. 44 jaar was ik. Ik was de dag ervoor bij afscheid bij mijn oude werkgever was ik jarig. Toen werd ik 44 jaar en officieel zijn we dus 1 juni pas begonnen. Dus ik vier altijd op mijn verjaardag ook de verjaardag van Smart Groep. En dat is nu 31 jaar. Jouw eerste baan was bij DSM. Dat was niet lang, maar je hebt wel heel veel respect voor DSM. Het was een gestructureerde organisatie waar heel veel mensen ook plezier aan hadden dat het zo gestructureerd was. Het tweede was dat je alles stond in het kader, ondergronds natuurlijk zeer zeker, maar in de chemie op veiligheid, 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 veiligheid. Overigens is DSM, zeg maar voortkomend bij de staatsmijn Maurits, is eigenlijk de enige van de mijnen die een voortzetting heeft gehad, omdat ze in 1933 reeds bezig waren met SBB, stikstofbindingsbedrijf. Dus ze zijn naar de chemie en de rest is gewoon helemaal verdwenen. En dat was voor mij een voorbeeld. Dat als je dus in beweging bent en er gebeurt iets, dan zijn er ook overlevingskansen. Die anderen zijn allemaal verdwenen. De koloniale en de staatsmijnen allemaal verdwenen. Op eentje na. Die zich heeft voortgezet, eigenlijk de staatsmijn Maurits, wat helemaal is overgegaan naar DSM, Dutch States Mines. Ook prachtig hoe ze dat gevonden hebben. De initialen zijn gebleven, betekenis is wat anders geworden. En dat vind ik dus, ja, daar kan ik als jonge man kon ik daarvan genieten. En ik vond hem toen al, en dat ik zei dat ook altijd, het is het meest marktgerichte staatsbedrijf waar ik ooit ben tegengekomen. En daar bewonder ik ze nog steeds om. Om de 6-7 jaar staan ze volledig. Als je 7 jaar overslaat, weet je niet meer wat je tegenkomt. Je hebt niet lang bij staatsmijnen gewerkt, ging daarna naar Macintosh.
werd ook gemeenteraadslid in Stijn. Wat vond je zo bijzonder aan McIntosh? Mijn vader die was kleermaker. En ik vond dus dat McIntosh een van de boosdoeners was die ervoor zorgde dat mijn vader te vroeg gepensioneerd werd. In die zin, ja, pensioneerde, zat gewoon thuis. En eigenlijk zei ik op school, toen ik nog op de HBS zat, zei ik, wat doet je vader? En zei ik, rentenier. Want toen zat hij al op tafel, zoals we dat heten, hè? Dus dan in zijn eentje. Dus ik ging eigenlijk met een beetje argwaan naar McIntosh. Maar het was wel voor mij A, dichtbij. Dat was ook al mooi. En het tweede, ik had wel gezien hoe zij in een jaar of 10 toch enorm groeide. Van de buitenkant. En ik heb er geen dag spijt van gehad. Ik ben de eerste dag begonnen. Daar. En dat was wel leuk. Toen werd ik even in de kantine neergezet. Want de directeur had even geen tijd voor me. En het kwam ploeg 1 schaften. Ploeg 2 schaften. Smiddag zat ik er nog. Was hij me helemaal vergeten. Zat ik nog steeds daar. En toen zei hij, we hebben even op de afdeling waar je terecht komt, dus even geen werk. We brengen je even naar het magazijn. Dan kun je meehelpen orders klaarmaken. Dus ik naar het magazijn. Maar ja, dan heb je al heel snel door hoe dat moet. Dus dat was geen werk waar al je hersens van gingen kraken. En toen hebben ze me s'avonds gevraagd of ik wilde overwerken. Sindsdien heb ik altijd overgewerkt. Vanuit McIntosh ben je verder gaan studeren en gaan werken? Als je in een organisatie je nek uitsteekt, dan noem ik een beetje een giraf kunt zijn. En dan zeg ik tegen de mensen, waarom heeft die giraf allemaal van die vlekjes? Of netwerken, want er zijn verschillende soorten in. En dan zeg ik, die heeft gewerkt bij een grote organisatie. Maar als je daar je nek uitsteekt, krijg je altijd een klap in je nek. Want dat mag je niet. En zo kom ik dan verhaal van aan de, zeg maar, de reisduiven en de kippen. Die jongens en die meiden die komen binnen als, op zijn plat gezagd als reisdoef. Die hebben de ganse wereld voor zich. Ze zijn nog in 3 weken door, waren ze de vleugeltjes afgeknipt. Dit doen we hier niet, zo. En dan hou ik kippen over. En op het moment dat dan nu ontslagen werd, zei hij, allee, kom op, je moest vliegen. Ja. Ondertussen woog ik 4 kilo. Als kip. Ik leg al bij nog een ei meer. En, want daarom moet ik terug. En ik kan niet vliegen. Dus en die blijven zitten. En dat betekent dus, je hebt een netwerksgiraf. En dat hele huid is een netwerk. En een grote organisatie biedt je wel de kansen om in de organisatie en soms te buiten, afhankelijk van je functie, een netwerk op te bouwen. Tweede is dat je kunt dus zien een hele lange nek en heeft hij een relatief klein hoofd, maar toch flinke oren om alles op te pakken, ogen. Hij kijkt ongelooflijk ver, et cetera. Dus hij ziet ook veel, maakt veel mee. Als je nu een echte bureaucraat wordt, een nijlpaard is voor mij dus het symbool van een bureaucraat, een grote bek. Kleine oortjes, kleine oogjes. Als je shit verspreidt, dan doe je dat met die staart en dan gaat het over het hele veld. En je hebt een enorme bek. Maar dan denk ik van, ja, hallo. Er is meer in de wereld dan alleen dat. En dat heb ik dus geleerd, dat je in een organisatie zoals McIntosh, wat dynamisch is, hectisch is, chaotisch is op sommige toentertijd, op sommige momenten, dat je daar getriggerd wordt om de talenten die je hebt, die mag je botvieren als je maar zorgt dat het voor elkaar komt. En dat je je best doet om iets te leren of wat dan ook. En ja, dat heeft me enorm aangetrokken en daar kon ik mijn ei kwijt. Dus ik had wel jeugddromen van toen ik klein was, maar die kon ik daar kwijt. En dan, en dan kun je aan de sociale kant werken. Ik heb daar aan de sociale kant gewerkt. Bijvoorbeeld toen ik trouwde. Dan kregen de mannen kregen een cadeautje van 25 gulden. En de vrouwen, die werkten al 6-7 jaar, die kregen een uitzet van hier tot Gunder. Ja, dat vond ik niet eerlijk. Dus ik wilde mijn cadeau niet.
Ja, daar zaten ze mee in de maag. Ik wilde het cadeau niet. Ja, maar ik was dan ook nog sous-chef, zoals dat heet. Ik wilde mijn cadeau niet. En later is dat veranderd. Dus later is dus gekomen dat mannen en vrouwen gelijkgeschakeld werden erin. Dus de discriminatie is niet altijd van de mannen naar de vrouwen toe, maar het is ook soms andersom. Nou, en daar kreeg je toch ruimte voor. Quantum en Carrey heb ik tijd als adviseur gelopen. En er waren een jong, er waren, zal ik maar zeggen, etalagemaker van Hoezoet. Maar dat heb ik nooit gezien, dat had ik toen niet gezien. En ze hadden hem verteld wat ik dat deed. Dus ik zit in die kar, honger. Van, ja, dat ben ik. En ik deed dus dat in die trainingen die ik met al die bedrijfsleiders en zo hou, ja, zat ik de tent aardig op zijn kop. En dat jong had die verhulkens gewerkt. En daar had ik die plaat van gemaakt. En bij die plaat zit een plastic plaat, wat er allemaal bedoeld, waar alles weer nagetekend is, maar dan, wat betekent dit en wat betekent dat. En, maar je ging op een gegeven moment weg bij Macintosh en je ging iets voor jezelf doen. Dat kwam, ik had een baas, tijdelijke baas, en die zei, toen was ik 28, en die zei tegen mij, Roger, in jouw ransel zit een directeurstof, maar je moet weer opnieuw gaan studeren. Ik denk dat hij gehoopt had, dat ik was een Steindenaar, ik denk dat hij gehoopt had dat ik economie ging studeren, en daar had ik ook veel mee, maar toen kwam de marketing eigenlijk op. En toen ontdekte ik dus dat er ook een buitenwereld is, dus ik leerde kijken van buiten naar binnen. En dat is iets anders, want de verkoop was nog gericht. Ik ben van binnen, ik heb een product en ik ga naar buiten. Ah, daar zit toch wel een verschil in. En dat heeft mij veel gebracht in kijken. Maar ik merkte later, merkte ik, dat wat ze mij brachten, dat niet voldoende was. Want ik ontdekte dus, ik werd projectleider van allerlei projecten en weet ik allemaal veel. Maar ik ontdekte ook dat ik tegen een grens aanliep van wat ik kon bevatten, niet qua kennis, maar van om mensen mee te krijgen in een proces, et cetera. En toen was er een adviseur en die tipte mij dat ik eigenlijk een geboren adviseur was, maar dat ik nog moest bijscholen. Dan was er in Nederland de opleiding, nu nog, maar dan anders, de opleiding voor organisatieadviseurs. Dat was een postacademiaal gebeuren van 2 jaar. Maar je hebt in die tijd dat jij in het meer zelfstandig werkte, heb je gewerkt voor een organisatie en die stuurde jou naar Friesland. En je vertelde dat je elke morgen vanuit Stein vertrok naar Friesland en elke morgen terugreed. 'S avonds weer terug, ja. Soms als je 2 dagen achter elkaar daar was, dan ging je bij de Valk studeren, zeg maar, bij Valk logeren. Maar normaal gesproken elke dag weer terug. Dat had te maken met verschillende dingen. De eerste plaats, ik was in 84 daar begonnen. Toen ben ik bij Macintosh weggegaan. Heb wel nog 3 maanden, halve dagen bij Macintosh gewerkt om zaken af te ronden. Mijn vrouw was toen in verwachting. En dan, en toen de kleine er was, dan vond ik wel dat ik daar moest komen. Waarom kwam ik in Friesland terecht? Mijn baas, mijn toenmalige baas, die was op vakantie in Elslo, Friesland. Nou, en een Steindenaar. En Eelse, ja. Wij waren toen ook al in fusieperikelen, zou maar zeggen, verwikkeld. Dan dacht ik, dan is het toch een beetje thuiskomen. Elslo, daar kan ik wel naartoe. Ja. En zo kwam ik dus in Friesland terecht, in Drachten, en dan reed ik s'avonds naar de camping waar mijn baas zat, om met hem te praten over wat ik gezien had en wat ik bevonden had. Ik liep daar een soort stage bij arbeidsvoorziening. En toen werd ik later projectleider Friesland, et cetera. En ja, dan breidt zich dat uit. Naar Overijssel, Drenthe, Gelderland, Brabant, Zeeland, Limburg, landelijk. Ja, dan maak je carrière binnen zo'n organisatie. En je bent in 1994 dan helemaal voor jezelf begonnen? 90. 90, ja. Dat is dan, ik was toen 44, maar ik denk dat ik, je kunt zeggen nog een laatbloeier in die zin. Omdat ik toen pas
me sterk genoeg voelde om een club van 7 mensen, inclusief een compagnon, te beginnen. En ook snel te groeien. Ik had met mijn oude baas dan afgesproken. Ik wil weer met je praten als ik 12 medewerkers heb. En hij vroeg mij nog waarom 12. Ik zeg, onze lieve heer is ook met 12 begonnen. En dan kun je de wereld mee veroveren. Dus je hebt er geen 100 in één keer nodig. Maar dat betekent dat ik zonder geld ben begonnen. Samen met mijn compagnon die ook niks had. En daar ben ik blij om dat we dat toen zo gedaan hebben. Maar ik voelde me ook sterk genoeg. En na een half jaar heb ik mijn baas kunnen bellen. Mijn oude baas. Kom er langs. Ik ben de 12 gepasseerd. Je bent welkom. En waarom ben je hier begonnen in Vught en niet in Stijn? Mijn compagnon woonde in Wassenaar. Wassenaar en Stijn ligt wat ver uit elkaar. Ik had eerst nog gedacht in Eindhoven. Toen zijn we terechtgekomen in Den Bosch, maar dat was snel te klein. En toen waren we aan het zoeken naar een andere plek en dat is Vught geworden. Omdat dat tussen Wassenaar en Stijn ongeveer 110, 120 kilometer van elkaar ligt. Van Den Bosch of Vught. En je bent ondertussen gaan wonen in Maasmechelen. Waarom Maasmechelen? Ik woonde in Stijn op de Schutkleef nummer 9. Mooi. In Maasmechelen, omdat we toch op een gegeven moment zeiden van we willen wat groter wonen, et cetera. De Sherry werd wat groter, de zoon. Per toeval was er in Maasmechelen, vlak in de buurt waar een zus van me woonde, was nog wat grond te koop van de gemeente. Nou, dat hebben we toen. En in 2002 zijn we toen verhuisd van Stijn naar. Het zal 2002 geweest zijn, van Stijn naar Maasmechelen. Maar u hebt de Smartgroep, begrijp ik, een paar keer verkocht en teruggekocht. Kijk, de eerste keer was in 1997 en dat streeltje dat een van de groten der aarde, dat was Randstad, geïnteresseerd is in je bedrijf en met name een bepaald gedeelte mensen, het gedeelte van werk naar werk. Geïnteresseerd is, hoe krijg je mensen die ontslagen worden bij A naar B? En omdat ik een van de grondleggers ben in Nederland in de jaren 85, toen had je Van Ede en partners in die tijd en je had Klaassen, raadgeversbureau Klaassen, en, maar dat massale outplacement, dat kenden ze niet. En dat betekent, en eigenlijk was outplacement toen ook nog voorbehouden aan de mensen met een driedelig pak. Ik zeg het maar even zoals ik het voel. En toen ik daarmee begon, ik was voor de mensen op de werkvloer. Want die staan daar en die krijgen een habbekrats mee en die moeten zich zien te redden. En dan komen ze bij het arbeidsbureau en nu het UWV en weet ik wat. Nou, nu is het gemeengoed geworden. Dus toen ik in 1990 ook voor me begonnen, heb ik één les geleerd. Ik wil niet hebben dat mensen 25 jaar bij Smart zijn voordat ze een gouden horloge krijgen. Ik draai dat om allemaal. Ik weet niet of ik er dan nog ben. Dus ik vind dat als ze er 2 jaar zijn, dan hebben ze al iets verdiend. En als ze 5 jaar zijn, herhaal ik dat. En als ze 12,5 zijn, herhaal ik dat. Omdat ik blij ben dat ze er zijn. Maar ik wil ze niet vasthouden. Je komt vrijwillig en je gaat vrijwillig. Maar ik help je wel. Want een werkgever moet zich in toenemende mate bewust zijn van het fenomeen dat hij is geen eigenaar van die mensen. De overheid wil ons soms dat eigenaar maken van als hij ziek is en als het, nou, aan pensioen en helemaal. Ook hier heb ik gezegd, jij bent verantwoordelijk voor een pensioen, ik geef geld ervoor, maar jij bent verantwoordelijk. En niet ik. Dus we moeten zorgen dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Maar dat betekent dus ook dat je als werkgever, ze mag zeggen, jij pakt je verantwoordelijkheid niet, dan spreek ik je baan. Want ik ben niet geboren als Sinterklaas, was ik te klein voor en paard ook groot. Dus dat gaat gewoon niet. Waarom kocht ik dan terug, want dat was je vraag. Ik kocht terug na 3 jaar. Omdat, zeg maar, de relatie die je nodig hebt om een tent voor te zetten in de geest zoals ik dat bedoeld heb, ja, dat was toen wat uit elkaar gegroeid in de zin van dat de koper dacht, ik heb kennis genoeg, ik kan het alleen.
En ik had nog mijn idealen, ik had die idealen nog niet losgelaten. Nou, en dan kun je een heleboel doen in de wereld. Dan kun je ook als volwassen mensen zeggen, hoe gaan we uit elkaar en hoe gaan we dat doen? Nou, dat hebben we gedaan. Ik heb toen om niet overgenomen. Dus ik heb daar niet voor hoeven te betalen. En we hebben ook een samenwerkingsverband dat tot en met vandaag nog steeds stand houdt. Ja, en dan, 10 jaar later, staan ze weer aan de deur, anderen, en die willen je kopen, maar die hadden geen interesse. En alleen maar van werk naar werk. Maar die hadden ook juist interesse in de andere dingen die ik deed. Met de firma. En die hebben toen 2/3 van de aandelen gekocht. Waren het niet dat 3 maanden later zij opgekocht werden door Randstad? Ja, shit. Ben je dus 8 jaar verder? En heb je weer teruggekocht en 8 jaar verder ben je weer onderdeel van dezelfde organisatie. Nou, dat is, vind ik, een vruchtbare periode geweest. Ik ben ook blij dat ik hem heb meegemaakt, maar ook een worstelproces natuurlijk. Omdat zij bepaalde onderdelen van het bedrijf eigenlijk liever niet hadden dan wel. Nou, dan weet je hoe dat gaat. Dan sterft dat weg. En dat kon ik wat moeilijk verkroppen. Dus ik vond dat het gedachtegoed wat ik had redelijk tijdloos is. Dat is van alle eeuwen der eeuwen zonder ramen erachter te zetten. En dat betekent dus dat ik zeg van, nou, dan ga ik kijken of ik het nog 1 keer terug kan kopen. En dat heb ik toen gedaan in 2012. En u zit hier als westelijke gemeenstreker in Brabant. Wat maakt u nou hier de Steindenaar? Ik heb ooit in militaire dienst gelegen met Felix Meurders. We waren kamergenoten en Felix oefende elke dag om perfect Nederlands te spreken. Maar de andere Limburgers die bij mij, eentje kwam van Schaasberg en eentje kwam van Maastricht. En als hij 3 woorden had gezegd, was al een uur verder. Dus dan merk je dus, als je dus naar het westen en noorden en weet ik wat van het land komt, dan heb je 1 voordeel als Zuid-Limburg. Dat als je in Friesland zit, Groningen, of dat nou Drenthe is, Gelderland in de Uithoek, het maakt niet uit, je bent niet westers. Je moet het niet overdrijven, maar je moet je proberen aan te passen. Ik heb niet verwoede pogingen gedaan om te verwestersen. En u komt nu op de eigen televisiezender van de westelijke mijnstreek.